Kim Veenstra kennen we allemaal als topmodel. Inmiddels staat ze ook geregeld achter de camera. Als ik voor de camera sta, dan heb ik gewoon niet zoveel invloed. Maar als je zeg maar zelf fotograaf bent, dan kies jij wat je gaat fotograferen en hoe je het gaat fotograferen en waar. Haar selfies scoren tienduizenden likes op social media, maar een mooie natuurfoto valt minder in de smaak. Er zijn er maar een paar die erop reageren. Oh Kim, wat een mooie foto. Ik denk, ja, vind ik nou ook. Jammer dat de rest dat niet ziet. Ja, en dan post ik een selfie en dan is het een regent met reacties. Door het modellenwerk heeft Kim wel kijk op fotografie gekregen. Ik snap heel goed hoe het licht werkt op mij dan. Hoe ik er het beste word uitgelicht. Fotograferen met een telefoon, dat kan Kim wel. Ik moet eerlijk zeggen, als ik met een professionele camera aan de slag zou moeten, dan denk ik dat ik nog wel eventjes wat hulp nodig heb voor mijn technische ontwikkeling. Want dat zit niet helemaal pluis, denk ik, nog.